de ABAX-basis was het vrijdag medailledag. Meer dan 60 militairen kregen er een opgespeld. De hoogste Nederlandse luchtmachtmilitair, luitenant-generaal Alexander Snitsker, was naar Geilekirch afgereisd voor de ceremonie. De onderscheidingen kwamen in verschillende soorten. Zo waren er medailles voor mensen die langer dan 30 dagen actief waren tijdens de acties in Libië, maar ook voor het personeel dat het luchtruim beveiligde tijdens de inhuldiging op 30 april in Amsterdam.